2-2 bij Hoogeveen uiteindelijk. Ik denk dat jullie te weinig krijgen. Ja, we hebben goede kansen nog gehad aan het eind, zeker de tweede helft. En dat is wel jammer dat je niet nog een goal maakt. Dan kan je hier nog mooi met 3 punten vandaan. Maar ja, hun hebben ook nog wat kansjes gehad. Dus ik denk over het geheel wel 2-2 wel een mooie uitslag. Eerste 20 minuten waren duidelijk voor jullie. Ja, zeker. We begonnen goed. En we kwamen voetballend alleen maar doorheen. Dus we speelden vandaag echt de perfecte wedstrijd. Zeker het voetbal was echt was goed. Maar goed, dan komt toch die tegentreffer. Afgeslagen bal. Staan jullie dan niet goed? Standaard situatie. Niet de eerste keer dat we dan een goal tegenkrijgen. Dus dat is, dat moeten we gewoon volgende keer. Je moet daar gewoon scherper op zijn. Dat gebeurt met die tweede goal eigenlijk hetzelfde. En dat mag eigenlijk gewoon niet gebeuren. Heel snel wordt het natuurlijk 1-1, waarbij jij een hoofdrol hebt. Cadeautje? Ze stonden even 1 seconde niet op te letten en toen was ik er doorheen. En toen stond ik nog maar 3 meter van de keeper vandaan. Dus dan is het inderdaad wel een cadeautje. Maar het was eigenlijk wel afgedwongen ook. We kregen dan wel een tegengoal en gelijk maak je dan de 1-1, is sowieso fijn. Maar het was eigenlijk een soort van beloning van het goede spel wat we lieten zien. Dan die tweede helft, daar gaat er met 2-1 achterstand rust in. En dan zie je inderdaad in de tweede helft dat Hoogeveen eigenlijk probeert die voorsprong te consolideren. Jullie zetten ze vast op eigen helft? Ja, dat willen we sowieso. Graag hoog druk zetten. Weet je, op hun helft proberen de bal te veroveren. Of in ieder geval dat hun geen opbouw kunnen verzorgen. En dat ging prima. Ze kwamen wat we hebben gehoord, van dat ze een hele goede voetballende ploeg hebben, goed in de opbouw. Dat kan me gewoon niet uitwijzen vandaag. Dat is gewoon de verdienste van ons, hoe je dat tactisch neerzet. 2-2, mooi doelpunt. Ja, zat er lekker in. Ja. Nee, ik hoorde nog 2 man roepen, maar op een gegeven moment ben je zo dicht bij het doel. Dan is het gewoon uithalen in het dak van het doel. En dan daar kon de keeper weinig meer aan doen van zo dichtbij. En dan hebben jullie nog een half uur en dan zetten jullie ook goed druk. En een kantelmomentje vind ik eigenlijk dan op een gegeven moment die terugspeelbal. Tenminste, die bal die als terugspeelbal wordt beoordeeld. En daarna zijn jullie het niet helemaal kwijt, maar aanvallend komen jullie er vervolgens niet meer uit. Nee, klopt. Maar op dat moment wordt het veld wat groter. We hebben natuurlijk heel veel energie in die wedstrijd gestoken. En dan zie je gewoon dat tussen de linies worden de gaten te groot. En dan kom je gewoon niet meer in balbezit. Iedere afgeslagen bal, die heb je niet. En dan kom je gewoon niet meer aan aanvallen toe. Dus dan moet je proberen alles eruit te halen en alles te doen om die punt binnen te halen. En hopen dat je af en toe nog eens een momentje krijgt om te kunnen scoren. Kun je ook merken dat de laatste weken dat er duidelijke vooruitgang in zit? Vorige week gewonnen, vandaag een goede partij op de mat gelegd. Dan moeten resultaten toch komen? Ja, nee, zeker. We hebben gewoon kunnen we gewoon heel goed voetballen. En we hebben met die andere wedstrijd een paar momenten gehad dat we het gewoon als team een soort van opgaven. En dat zit helemaal niet in dit team. Er zit gewoon heel veel karakter in het team en wij kunnen echt tot de laatste seconde door. En vechten voor iedere punt. En als we dat iedere week doen, dan kunnen we het echt iedereen heel lastig maken. En dat zag je vandaag ook tegen de koploper. Wat wordt verwacht van jullie? Want vorig jaar periodetitel gewonnen. Na competitie om promotie naar de derde divisie. Dan zijn de verwachtingen ook automatisch hoger? Zo is het niet echt binnen de groep. We hebben ook veel nieuwe spelers. Dus dan moet je maar afwachten hoe dat uit gaat pakken. We willen sowieso niet in het linker rijtje terecht of in het rechter rijtje terechtkomen. Nou goed, dan ben je hard ook naar weg. Ja, we willen zo hoog mogelijk eindigen. En strijden voor iedere punt en kijken of we ook dit jaar weer een periode kunnen pakken. Dat zou hartstikke mooi zijn. We gaan in ieder geval niet naar onderen kijken.